Goedemorgen, beste OKA-leden. Tony hier, de vloggende voorzitter. Ja, ja. Nou, dat had ik niet gedacht, overigens. Mijn allereerste vlog. En ik weet niet hoeveel takes ik al heb gedaan deze ochtend. Maar zo dadelijk moet ik gaan zeggen, goedemiddag, beste OKA-leden, zo'n beetje. Ja, contact hebben met elkaar is gewoon lastig. Conform de richtlijnen mogen we ook geen bijeenkomsten organiseren. En die verantwoordelijkheid, ja, die hebben we met z'n allen. En die moeten we ook gewoon nemen. Gezondheid is superbelangrijk. En daarbij, zeker als je in deze tijd als ondernemer uitdagingen hebt die het hoofd moet bieden, dan is een goede gezondheid zeker van belang. Wat gaan wij doen? Nou, de afgelopen periode hebben wij natuurlijk niet echt veel kansen gehad en gezien de realiteit om elkaar echt fysiek te ontmoeten bij de bijeenkomsten waar de OKA onbekend staat en die ze organiseert. En hiertoe gaan wij met een vlog van start. Wij gaan jou in de gelegenheid stellen om wat te vertellen over je bedrijf, wat je zo al doet, maar misschien nog wel belangrijker, waar je de komende periode op gaat richten. En ja goed, de informatie hieromtrent, hoe je dat het beste kan doen en wat we daar vooral in willen hebben, die volgt nog. Maar ja, een mooie afsluiter daarin, mogelijke tips en adviezen die je hebt gehad en die je graag zou willen delen met de leden, daar kunnen we met z'n allen misschien wat aan hebben. Hoe mooi is dat? Ja, OKA. Ik zei het net al, we hebben wat minder kunnen organiseren voor elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat we helemaal niks hebben gedaan. Want op de achtergrond zijn er genoeg thema's die doorgang vinden. En waar we ons voor hebben zijn blijven inzetten en dat nog steeds doen. Nou, van de week hebben jullie al iets kunnen zien op de social media. Omtrent zeg maar het Stadstheater. Daar hebben wij een mening over. En heeft Hans-Robert prima namens OKA ingesproken bij de gemeenteraad. Binnenkort volgt er ook nog een lancering van het inkoopplatform. Ja, dat is echt een geweldig lobbyresultaat. Daar zijn we al jaren gevraagd en ongevraagd mee bezig. En dat moet jou, mij, alle leden in de gelegenheid stellen om makkelijker mee te kunnen doen bij aanbestedingen die onze gemeente uitschrijft. Ook zal er binnenkort een nieuwe OKA-krant worden uitgegeven. En ja, ik weet niet of het je zal verrassen, maar het thema zal zijn human capital. We hebben allemaal, of de meeste van ons, hebben personeel. En dat is natuurlijk een hele turbulente tijd, wat er nu allemaal gebeurt. En daarom hebben we ervoor gekozen om dit thema te gaan gebruiken in de komende editie. Ja, wat heb ik nou eigenlijk nog meer te vertellen? Ik hoop dat jullie het jaar goed uitkomen. Dat jullie in staat zijn gebleken en zullen zijn om de uitdagingen die nog resten, het hoofd te kunnen bieden. En ja, nog liever kijk ik gewoon uit naar weer een fysieke ontmoeting. En of dat dan nog in het einde van het jaar gaat gebeuren of mogelijk in het nieuwe jaar, we weten het nog niet. Maar op deze manier proberen wij wel met jullie in contact te blijven. Wens ik jullie namens mezelf en de overige bestuursleden heel veel succes toe de komende tijd. En we hopen jullie allemaal gauw te zien. Groeten, Tony.